Karim, van harte welkom. Blij dat je op onze uitnodiging in bent gegaan. We waren op zoek vanuit Culemborg TV naar iemand die ons wat kon vertellen over de gebeurtenissen afgelopen maanden binnen Culemborg. We zijn nogal in het nieuws geweest. Kan je ons iets vertellen over de betreffende groepering? Wat voor een soort jonge mensen daarin zitten en wat hun zowel bezighoudt om in deze richting te opereren? Ja, dat zijn... Dat zijn twee verschillende groeperingen eigenlijk. Je hebt een kerngroepering die toch wel criminele activiteiten vertoont. En je hebt nog een deel van jongeren die meelopers. En dat is dan aan de Marokkaanse zijde. Aan de Molukse zijde heb je een kern jongeren die de boel een beetje lopen te verzieken. Begeleid door oudere Molukkers en die hun aansporen om zeg maar in conflict te gaan, actie-reactie met Marokkanen te gaan creëren. En dat is de afgelopen maanden hier in Culemborg, afgelopen jaren eigenlijk, dat eigenlijk voorgevallen is en dat zich ook tot nu toe heeft afgespeeld. De instanties zijn hier ook op de hoogte ervan. Daar hebben wij dus als bewoners, een aantal bewoners hebben zich daar in de afgelopen jaren ook voor ingezet. En van alles hebben ondernomen om daar een verandering in te gaan brengen. En tot onze spijt is daar eigenlijk een oorlog uitgebroken, als het ware, in de media. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Er is een groep van ik geloof zo'n 30 Marokkaanse jongeren tegen een 30-tal Molukse jongeren en ouderen. En welke groepering moeten wij dan aan denken? Welke leeftijdscategorie praten we dan over? De categorie aan de Marokkaanse zijde gaat het om jongeren tussen de 12 tot pakweg 22, 23 jaar. En aan de Molukse zijde gaat het om jongeren tot ook een leeftijd van die leeftijd en aangeschoven een aantal oudere mensen. En daar is de categorie van 25 tot 55. Ja. Karim, jij praat dan ook sprak jij over de meelopers. Hè? Dat zijn dat dan, is dan een stukje uit de groepering die dan eigenlijk niet zo goed weten waar ze mee bezig zijn. Maar dat zien van de wat ouderen en denken, oh, dat ga ik ook doen. Sowieso. Die jongeren, die meelopers, die worden eigenlijk misbruikt, ingebruikt door beide groeperingen. En aan de ene kant ook door onszelf, want wij ondernemen eigenlijk ook niks. De gemeente of de instanties die ervoor zijn, die ondernemen niks. Maar de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk ook vooral bij de ouders en in de burgers zelf. Die deze mensen ook hun gang laten gaan. Dat ze niet dus bij voorbaat al denken van nou... mijn kind even terughalen, want die is niet diep betrokken bij dit soort dingen. Die kan ik dus natuurlijk wel begeleiden en naar een goede weg toe te laten leiden. Ja. Gevoelsmatig voor jou als Marokkaanse inwoner van Culemborg. Hoe voelt dit nu voor jou, wat de afgelopen tijd heeft afgespeeld? Nou, voor mij niet alleen maar de afgelopen tijd, voor mij eigenlijk... De hele gebeurtenissen sinds het gebeuren in de politiek wat gebeurd is in Amerika, wat gebeurd is in Afghanistan, wat gebeurd is in Irak en noem maar op. Het beeld van de moslim en van de Marokkaan wordt gewoon zodanig, in mijn ogen wordt zodanig gebruikt en misbruikt. Terwijl wij helemaal niet zo over denken, tenminste ik zelf niet. En ik weet van mezelf dat er echt duizenden mensen, duizenden Marokkanen dat helemaal niet... Ja, niet, het leeft niet bij hun. Juist het afschuw daarvan leeft bij hun. Alleen ja. Wij hebben een fout gemaakt in ons leven. En dat is eigenlijk, wij zijn niet naar voren gekomen. Wij hebben ons niet laten horen in de media. Wij hebben de dingen die gebeurd zijn, hebben wij niet publiekelijk zeg maar bekritiseerd. Van wij zijn dat niet. Wij horen niet zo te zijn. Of wij willen helemaal niet zo zijn. Wij willen niet dat mensen zo over ons praten. En dan praat je over wat de afgelopen tijd binnen de media... Ja, wat de afgelopen tijd binnen de media gebeurd is. En dan is het in landelijke zin en zeer zeker ook hier in Culemborg. Want één ding is 100% zeker voor mij. En dat wij hier niet als twee etnische minderheden tegenover elkaar staan. Dat is absoluut niet te sprake. Echt niet. En wat er wel te sprake is dat er dus gewoon een langdurende conflict... En dat is begonnen ergens in 2004... Is dat begonnen en die twee partijen en die twee gezinnen, zeg maar, die hebben onderling al die tijd hebben ze gewoon een actie-reactie gecreëerd en daar zijn een aantal gezinnen bij aangeschoven. Ik geloof aan de Marokkaanse zijde een tal van
7 tot 10 gezinnen, tot 10 woningen gaat het om. En dan aan de Molukse zijde ongeveer 5 woningen, 6 woningen omgaat. En dat die twee groeperingen zeg maar voor de algemeenheid spreken, terwijl dat niet in zijn algemeenheid is. Karim, je zegt net, het speelt al een hele tijd. Hè? Als we een paar jaar terugkijken, daar is het eigenlijk allemaal al een beetje op gaan borrelen. Ja. Waardoor komt het nou dat het vuurtje iedere keer weer oplaait? Het vuurtje wordt weer opgeleid en eigenlijk door de gebruikers, de misbruikers. Wat moeten wij daar dan onder begrijpen, de misbruikers? De misbruikers zijn diegenen die eigenlijk een rol spelen. En dan willen ze eigenlijk een benderrol houden. Dat ze dus eigenlijk een soort bende, en dan heb je dus een Marokkaanse bende en een Molukse bende. En dan die bende bestaat uit een 15 personen, denk ik. 15 enerzijds tot 20 en anderzijds ook 15 tot 20 personen. Wat voor soort personen zijn dat? Dat zijn personen die achter slot in grendel horen. Sommige daarvan hebben een baan en sommige daarvan hebben geen baan. En dat hebben ze er mede te danken omdat ze dus een ontiegelijke grote strafblad hebben misschien. En daardoor niet aan het werk komen. Daardoor voor hun de kansen eigenlijk verkeken zijn. En denken van, nou ja, oké, wij geen kans, de rest ook geen kans. In mijn ogen is de oplossing wel zichtbaar. Alleen de oplossing die moet natuurlijk ondersteund worden. Mede door de bewoners. De bewoners die moeten voor de oplossing zorgen, vind ik persoonlijk. En dat kan dus alleen als deze twee rivaliserende groeperingen ook met elkaar in gesprek gaan. En dat ze dus ook in gesprek gaan met bewoners. Deze twee vechtende partijen. Wij bewoners willen weten waar dit om gaat. Zijn deze groeperingen wel te bereiken? Die zijn zeer zeker te bereiken. Zeer zeker zijn ze te bereiken. En ik meen ook dat ze ook bereikt willen worden. Alleen dat ze zelf ook niet weten op welke manier ze dat naar voren willen gaan brengen. Of hoe dat zeg maar gerealiseerd gaat worden. Karim, tot slot wil ik je nog vragen. Wat is jouw persoonlijke betrokkenheid nog in het geheel? Nou, ik ben vanaf het begin af aan ben ik eigenlijk bezig geweest op de achtergrond en ook op de voorgrond natuurlijk. Maar naast mij heel veel andere mensen, Nederlanders, bedrijven, winkeliers, Turken, noem maar op. Iedereen is hierbij betrokken geweest. En wij vinden gewoon dat wij dit zelf moeten gaan oplossen. En uiteindelijk vallen we natuurlijk toch weer bij de instanties terecht en die moeten het gaan uitvoeren. Maar wij willen zeer zeker niet dat er weer zo'n beleid naar voren gaat komen zoals de afgelopen jaren is gegaan. Een gedoogbeleid, dat willen wij niet hebben. Wij vinden gewoon de harde kern, Marokkanen, Molukkers of andere mensen die erbij betrokken zijn, die moeten gewoon keihard aangepakt worden door de gemeente, door de politie, door de instanties die ervoor juist zijn en zeer zeker ook door de bewoners zelf. Want wij mogen niet meer het hoofd in de zand gaan steken en de mensen zien dingen doen die totaal niet kunnen en wij accepteren dat in onze wijk. Wij willen dat gedoogbeleid van de instanties, dat zachte aankomen, weet je wel, van aanraken, van toch even benaderen en toch, dat moet gewoon afgelopen zijn. Ze moeten ze gewoon keihard aanpakken. En of het nou een Marokkaan of een Turk of een Nederlander is, dat maakt mij niet uit. We zijn hier Nederlanders en wij moeten gewoon als Nederlanders moeten wij de veiligheid voor onszelf in onze eigen huizen kunnen waarborgen. En als de instanties dat niet kunnen doen, dan gaan wij het zelf doen. Heel simpel. In mijn ogen, die mensen die daar betrokken bij zijn, de kerngroepen, die moeten gewoon keihard aangepakt worden. Ik wil jou heel veel succes wensen en ik hoop inderdaad dat het rustig blijft in de wijk. Ja.